Het Internationaal Monetaire Fonds IMF heeft tijdens een meeting in Washington DC positief gereageerd op de economische ontwikkelingen in Suriname. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut. Er is gesproken over de risico's waarin Suriname nog steeds verkeert als gevolg van de economische crisis in 2015-2016. Verder is er gesproken over de kansen die Suriname heeft om haar positieve groei verder op te krikken. Het IMF is het ermee eens dat het huidige stabilisatieproces mogelijkheden biedt om de uitdagingen op het gebied van de overheidsfinanciën en de staatsschuld aan te pakken. De internationale organisatie merkt op dat er meer hervormingen moeten worden doorgevoerd, zodat investeerders meer vertrouwen krijgen in Suriname.